Pieter, kan het wat stiller? Dankjewel. Hallo dames en heren van het Roblox Gaming kanaal. Ik ben Jorgo, een keer Roblox Gamer. Vandaag dames en heren ben ik met die nieuwe aflevering op dit video. Geen idee hoe jij het wil noemen. We hebben dus een klein probleem. Ja, we hebben niet echt per se een probleem. Maar ik kan er niet meer tegen. Waar ik niet meer tegen kan, nou voor dit. Ik heb al bijna 1 week niks meer geüpload. En dat is omdat ik mijn eigen leven een beetje wil leiden. Ik heb ook een eigen leven, weet je. En ja, ik zit al 1 week niks te uploaden. En ik zou eigenlijk een survival moeten starten. En dat gaat dus van stop. De survival gaat te lastig worden. Het gaat te veel glitchen. Ik zou meer moeten editen daarvoor. Dus ik zou meer vrije tijd moeten maken voor dit. En weet je, het is alleen maar een hobby. Het is alleen maar mijn hobby, YouTube. En nou, wie weet kan ik er ooit geld uit verdienen. Maar dat boeit me niet per se, want het blijft mijn hobby. Het zou nooit echt mijn baan worden. Want voor mijn baan heb ik al iets anders uitgestippeld. Tot zover wil ik nog wel gewoon normale video's maken. Tuurlijk, why not? Elke dag gewoon een leuke video. Maar niet, dat wordt te lastig als ik ook nog een serie video moet maken. Dus serie, oh ja, seizoen 6 gaat van stop. Gaat van stop, ja, I know. Super kut, I know. Het gaat van stop. En ja, het gaat dus van helemaal van stop. Maar de volgende seizoen die eraan komt, seizoen 7, gaat seizoen 6 worden. Want dit seizoen heb ik niet echt afgemaakt. En ja, het is niet echt een seizoen geworden. Beloof dames en heren dat het volgende seizoen, ik ga het helemaal uitspelen. Wat het ook mag zijn. Dus spam allemaal in de comments wat jij wil als het volgende seizoen. Het kan van alles zijn. Het gaat wel echt lastig worden, dat kan ik jullie alvast vertellen. Het gaat heel erg lastig worden. Wat mij betreft. Ik kan dat namelijk niet echt zo goed. En ik ga zoveel video's proberen mogelijk klaar te maken. Ik ben ook super hard bezig met mijn webshop ook, hè. Want ik heb jullie beloofd. Ik ga een nieuwe webshop starten. En jullie denken van, ja, maar jij hebt toch al een nieuwe webshop gestart. Ik probeer nog een nieuwe webshop te starten. Waarom? Omdat deze webshop die ik momenteel heb, die niet echt zo goed werkt. Dus ja, ik moet er wel wat mee. Dus dat is een beetje het ding. Ik ga nog wel proberen om normale video's te maken vanaf maandag. Het gaat lastig worden natuurlijk, hè. Want ja, ik kan het niet echt zomaar. Dus ik ga het doen. Ik ga proberen om video's te maken weer. Roblox video's, Minecraft video's, whatever. I just gonna try that. En dan hoop ik dat het helemaal gaat lukken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk begrijpen jullie het ook. Want ik heb het iets te druk, zeg maar. Ja. Hopelijk begrijpen jullie deze video. En ja, vonden jullie het een leuke video? Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal hier beneden. Laat alsjeblieft in de reacties weten wat jullie willen. En ik weet niet, maar er is ook een mogelijkheid dat ik mijn webshop ook van stop ga zetten. Want ja, weet je, dat is ook weer te veel werk. En ik kan dat gewoon niet aan. Ik heb school, ik ben nog maar 14. Come on. Ik moet toch wel wat langer ervoor klaar zijn, zeg maar. Ik moet denk ik gewoon doorgaan met de normale video's die ik nu maak. En hopen dat het maar zo gaat lukken. Want ja, waarschijnlijk zo te zien ben ik er nog niet klaar voor. Ik heb meer tijd nodig en ik red het niet. Sorry daarvoor. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken. Sorry dat jullie deze preek moesten horen van mij. Want ja, het is een preek. Ik kan er niks anders bij verzinnen. Heel erg bedankt voor het kijken. En zoals altijd, tot de volgende keer. Ciao, las.